het knalt goed. Het kost helemaal niks. En nou ja, ik kan nog een beetje wat experimenteren, zeg maar. Want Luc heeft een zelfgemaakte tennisballencarousel gemaakt. Dus voor een paar oude RVS-pijpen die we nog over hadden op de zaak. Nou ja, allemaal achterkanten verdicht gelast. Ik heb een frame erbij gemaakt. Een paar lagerblokken besteld en een asje erbij. Het karbietschieten is oorspronkelijk een traditie uit het oosten van Nederland. Waarbij brokjes karbiet in een melkbus worden gedaan. Daar wordt een beetje water op gedruppeld en de bus wordt afgesloten met een voetbal. De melkbus wordt dan aan de onderkant verhit. Door de druk die ontstaat door de gasvorming wordt de bal met een harde knal weggeschoten. Geen vuurwerk dit jaar, maar wel karbietschieten. Nou, ik vind het altijd wel leuk om naar te kijken. Ik vind het leuk dat ze vervanging hebben, dat ze nog iets doen. Dat was een goeie, hoor. Ja, heel leuk. Wij gaan altijd even kijken. Nou, is het afgezet alsof er iets vreselijks gaat gebeuren? Ja, zo ziet het er wel uit, maar voor de veiligheid. Luc is ook een echte vuurwerkliefhebber, maar dat kan dit jaar niet. Dus dan maar knallen met de tennisballencarousel.